Wat kunnen we verwachten? Ja, dat is de vijfde Dakar voor mij. In 2013 ben ik hier ook begonnen. Dus sommige stukken zullen herkenbaar zijn, alhoewel dat lang geleden is. Maar ja, nou inmiddels met een torpedo dit jaar, dus ik kan los. Ja, je kan los. Je gaat serieus een gooi doen in het klassement? Ja. Vorig jaar heb ik pech gehad met 3 uur vastzitten en toen was ik 16e geëindigd. Ja, dat telt niet meer mee als je in 2016 de vijfde bent geweest. Dus ja, top 3, daar ga ik voor. Moet dan alles kloppen als je de top 3 wil finishen? Ja, dan moet echt alles kloppen. Ja. Ja, iedereen in de auto, in de cabine, de navigator, ik, de monteur, bandenaflaatsysteem. Ja, gewoon alles moet kloppen. Anders komt het niet goed. Als we gaan beginnen zaterdag, al vrij snel, bijna meteen komen de duinen. Ja, ik denk dat de kaarten wel de eerste 5 dagen geschud worden. En ja, het is wel mooi, je hebt de ruimte. Ik start als 9e, dus enkele trucs voor mij. En ja, we hebben daar de ruimte om elkaar te passeren. In plaats van in de snelle WRC-paden die we hier ook kennen, beginnen met treintje rijden. Dus dat is in ieder geval fijn dat je gewoon je eigen ding kunt doen. En ja, ik heb er heel veel zin in. Ik zou willen dat morgen al 6 januari was. Ja, je moet even wachten. Hè? Ja, je moet even wachten. Nee, nog wat kleine frutsels doen en de truc keuren. En die dingen die horen er ook bij. En dan kan het beginnen. Ja, als we kijken naar de komende Dakar, ja, zoals het eruit ziet, lijkt me het een hele mooie om te rijden. Ja, door Peru dat er dit nu weer in zit, maakt hem heel mooi. Dus, Chili had er ook wel bij gemogen eigenlijk. Hè? Ja, had eigenlijk ook nog gemoeten en dan was het helemaal geweldig geweest. Maar ja, je kunt niet alles hebben. En, ik denk dat we iets de 40ste editie van Dakar en van mij de 5e die ik nou zelf rij, denk dat we er iets moois van gaan maken. Ja, top 3, met minder neem je geen genoegen. Zo is het. Dan ga ik jou op 21 januari daar in Córdoba op het podium zien. Ik hoop het.